Nijmeegse kunstliefhebbers waren licht teleurgesteld toen zij hoorden dat de kunstnacht dit jaar niet doorgaat. Dat heeft te maken met de volle agenda's rondom 80 jaar Market Garden. Toch is er nu een alternatief. Expo Bart, die tot enkele jaren geleden de kunstnacht organiseerde, komt nu met het nieuwe evenement Kunstkracht, dat volgend weekend plaatsvindt op het Nijmaterrein. Het Waalplein. Nu zijn ze er nog druk met verschillende werkzaamheden, maar volgende week zaterdag zal het hier vollopen met publiek. Voor het eerst zal het evenement Kunstkracht hier plaatsvinden. Een avond vol met muziek, theater en beeldende kunst. Ja, het is een interdisciplinair programma met theater, muziek, beeldende kunst. Het is interactief en van alles. Wat kan je niet verwachten? Wij kwamen op een gegeven moment met Brebbel in gesprek over dus het uitvallen van de kunstnacht en de zin om toch iets te doen dat weekend. En zo zijn we op zoek gegaan naar andere partijen die daar ook behoefte aan hadden. En zo zijn Ruisjes mee gaan doen, Walhalla's mee gaan doen, tegen Greppel. Wie hebben we nog meer? Die zijn hier, dat is het programma die hier dan, de partijen die samen het programma hebben gemaakt. De kunstnacht gaat dus niet door volgend weekend wegens een te volle agenda rondom alle activiteiten van Market Garden. Dat maakt de ruimte voor Expo Bart om dit event te gaan organiseren. Omdat wij toch rekening hadden gehouden met de kunstnacht in ons programma en wij openen ons nieuwe project in de ruimte, hebben we met andere partijen die ook een gat hadden ineens in de agenda het idee opgevat om toch samen iets te gaan doen dat weekend. Nou, in de zin van kunstkracht is het gewoon eenmalig, maar het idee om dit Waalplein te gebruiken om dit soort gezamenlijke, een beetje laagdrempelige evenementen te organiseren, waarin alle horeca en het hele plein een soort van even in de cultuur wordt ondergedompeld en een soort van leuke festiviteit is, ja, dat is wel iets wat we vaker willen doen, ja. Naast kunstkracht zal er rondom het Nijmaterrein ook het festival Piece by Piece en de Sunset March XXL plaatsvinden. Nou, we hopen heel erg op mooi weer natuurlijk, want het is wel vooral buiten. En we hopen gewoon om hier iedereen eventjes ook dit plein, dit mooie plein te laten kennismaken. Dat men het ontdekt en dat er leukere crossovers ontstaan en mensen nieuwe dingen leren kennen.